Christophe de Klein en Dennis pakken uit met een echte primeur. Tijdens de Frikkerchop Live werd hun debuutalbum voorgesteld. En dat album zijn twee afzonderlijke albums gebundeld in één cd-doosje. De twee jongens raakten bekend door hun deelname aan het VTM-programma Idol 2011. Na het programma ging ieder zijn eigen weg. Christophe de Klein ging resoluut voor Nederlandstalige eigen geschreven songs en Dennis sloeg de weg in van het Engelse repertoire. Een duo, hoe bekijk je dat dan? We zijn maten en we zingen allebei graag en we zitten in één doosje. Ja, zo, wat hij zei. Dat idee is gekomen van de platenmaatschappij. En ik was er direct mee weg, hij ook. Dat is een fantastisch idee, twee cd's voor de prijs van één. Dus bijvoorbeeld, als iemand hem graag hoort bijvoorbeeld, en die koopt zijn cd, alleen onze cd dan, zit mijn cd erbij, dus die cd gaat ook sowieso wel een keer in de cd-speler belanden. Dan heb ik misschien een nieuwe fan bij en omgekeerd werkt het dan hetzelfde, dus dat is een goed idee geweest. I don't blame you for walking away. I just hope you can forgive me. She's not coming back. She's not coming back. I held my fingers crossed. Wat het geworden is, voor mij is het een beetje een samenraapsel, het gebeurtenissen in mijn leven. De nummers zijn echt aparte verhaaltjes allemaal en allemaal wel redelijk autobiografisch. Ja. Wat is jouw cd geworden? Dat is een beetje singer-songwriter. Ik heb bepaalde liedjes meegeschreven. Ook helemaal niet zelf, niet helemaal de liedjes zelf geschreven, maar omdat ik gewoon nog niet helemaal zeker ben dat ik dat wel kan. En ik leer dan ook wel veel bij, dus dat is ook wel heel leuk. Learn from this, I can be myself in every way. Give yourself a chance in het leven lacht je toe. And when times got tough, I fell off. Mensen moeten zeker een cd in huis halen als ze hem willen kopen, als ze geïnteresseerd zijn, als ze willen weten waar dat er. Want Idol was allemaal opgedragen, covers, een heel mediacircus en zo. Ze willen weten wat er, ik spreek dan voor mij, wat ze willen weten wat er nog in mij zit. In het Nederlands dan, koop mijn cd en kom het te weten. En jij blijft Engels zingen? Ik blijf inderdaad in het Engels zingen. Dat is meer mijn ding als Nederlands, dat is al een feit. Het was heel goed gezongen. Wat maakt Dennis zo speciaal? Hij kan heel goed zingen, hij is heel knap. Hij heeft heel veel talent en een heel warme stem. Waarom ben jij fan van Christophe? Omdat hij wat meer mijn stijl is. En waarom ben jij fan van Dennis? Dat is meer mijn stijl. Ik ben van Dennis fan. En jij? Dennis en Kevin. Ja, maar Kevin die doet niet mee vandaag, hè? Ja, dat weet ik. Zeg, Tonis, wat je allemaal in handen hebt? Gekocht van Dennis en nog een poster van Dennis. Je hebt hier zo net de showcase gezien van Dennis en Christophe. Wat vond je ervan? Heel goed, echt heel mooie liedjes. Christophe is ook een heel goede zanger. Vooral zijn teksten vind ik ook wel heel liefdevol. Je was blij dat je hier was? Ja, heel blij. We hebben lang moeten aanschuiven, dus ik was wel heel blij dat ik hier was. Het dubbelalbum van Dennis en Christophe de Klein is vanaf nu verkrijgbaar bij Frikkerchop.